Goedendag, dit is het nieuws gekoppeld aan de achtergronden en actualiteiten op Lim FM 91.7 en limfmzie.com op zaterdag 18 juni. Vandaag hebben wij in deze editie van het nieuws en de actualiteiten een uitgebreid gesprek met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, mevrouw Marie Levens. Wij praten met de minister over de recente besluiten en ontwikkelingen op het ministerie. Wij vroegen aan de bewindsvrouwen welke de drie meest belangrijke speerpunten zijn van haar beleid. Stephanie van Brussel in gesprek met de minister. Minister, wat moet u bereikt hebben volgens u als u afscheid neemt van het ministerie? Dat alle kinderen toegang hebben tot onderwijs. Dat het makkelijk voor ze is om de school te bereiken. En dat ze onafgebroken school hebben dat van hoge kwaliteit is. De ongelijkheid in het onderwijs mag er niet meer zijn. Alle kinderen moeten toegang hebben en dezelfde kansen krijgen, ongeacht waar ze wonen in dit land. Oké, de drie meest belangrijke speerpunten volgens u van het ministerie. Het belangrijkste blijft kwaliteitsleerkrachten, want leerkrachten die topkwaliteit hebben, goed opgeleid zijn, die zorgen eigenlijk dat we in de school ook topkwaliteit krijgen bij de kinderen. En het tweede is een systeem dat eerlijk is naar de kinderen toe. En daarmee bedoel ik dat de kinderen geholpen worden om steeds vooruit te kunnen. Dat we geen school hebben waarbij kinderen constant blijven zitten en uiteindelijk opgeven. Dat mag niet, dat is niet goed voor die kinderen. Dus we willen kinderen hebben die topkwaliteit onderwijs krijgen en die de ruimte krijgen om dat op hun tempo te doen. Niet alle kinderen starten op hetzelfde niveau. Dus dan moeten we ze ook de kans geven om langzamer in te lopen en toch ook die weg helemaal te kunnen afronden. Ik vergelijk het wel eens met de 10 kilometer loop. Als je bij de start staat, dan zie je verschillende groepen. Sommigen hebben een enorm snel tempo, anderen iets langzamer tempo. De mensen die een voorsprong hebben, die staan al een kilometer ver vooruit, terwijl de anderen nog moeten starten. Voor mij maakt het nu uit hoe lang je over die weg doet, als je maar op die weg blijft en het ergens ook afmaakt. Dat wil ik voor alle kinderen. Ik wil niet dat kinderen, terwijl ze aan de startblokken staan, terwijl ze op die weg gaan om de eindstreep te halen, dat wij blokken opwerpen, zodat ze het niet afkrijgen. Ze moeten op die weg blijven en wij moeten ze daarbij helpen. En of ze er iets langer over doen, dat maakt niet uit. Maar we gaan ze niet uit het systeem laten vallen. Dat is niet correct, dat is niet goed voor de kinderen, maar het is ook niet goed voor het land. De kinderen zo lang mogelijk op school houden, zodat ze blijven leren. En het derde punt is natuurlijk dat je ervoor zorgt dat de school een veilige omgeving is voor kinderen. Het is niet altijd even veilig op dit moment. En veilig betekent meer dan alleen, laat me zeggen, dat je het gevaar buiten de school houdt.
Veilig betekent ook dat men zich goed voelt. Dus als kinderen op school komen, moeten ze zich goed kunnen voelen, blij zijn en met plezier naar school gaan. En wanneer wij, niet in de gaten hebben wat de kinderen stoort, dan kunnen we ze ook niet helpen om zich prettig en blij te voelen op school. Een van de dingen die kinderen zeer onzeker maakt, is bijvoorbeeld de taal. We spreken 30 talen in dit land. Heel veel kinderen komen naar school, vooral in het binnenland. En zij spreken dus nog geen Nederlands. En wij doen altijd alsof we alleen kinderen hebben die uitstekend Nederlands spreken. Het hele curriculum is daarop afgestemd, alle boeken zijn daarop afgestemd. En wat wij vinden is van luister, heb een beetje respect voor die kinderen die die Nederlandse taal nog niet goed begrijpen. Ontvang ze in hun eigen taal en maak een programmaatje waardoor ze vanuit hun taal, die vreemde taal die voor hun Nederlands is, op hun eigen manier kunnen leren. Dus op een manier alsof het een vreemde taal is. Zoals wij bijvoorbeeld Engels leren, als vreemde taal. Maar uiteindelijk zullen ook die kinderen heel goed Nederlands spreken. Als je ze opvangt in hun eigen taal, dan kunnen ze meteen meedoen, dan kunnen ze meteen tellen, dan halen ze de standaarden ook in hun eigen taal. Maar tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat ze het Nederlands uiteindelijk heel goed gaan spreken. Dat zijn ongeveer de speerpunten waarmee ik bezig ben. De drie speerpunten die zien er zo uit voor mij. Het laatste punt, moet ik mij daarbij voorstellen dat er ook leerkrachten geselecteerd zullen worden die eigenlijk de taal machtig zijn van de kinderen in het binnenland om ze op te vangen? We hebben niet voldoende van leerkrachten die al die talen spreken. Het zou fantastisch zijn, maar het gaat om 30 talen in het hele land. En het is niet noodzakelijk dat je die taal ook spreekt. Wat noodzakelijk is, is dat je die talen van die kinderen erkent en die kinderen, kijk, zoals het bijvoorbeeld gaat in Kuala Masumutu, dan helpen die ouders ons om te vertalen wat wij bedoelen. Snap je? Je hebt 1 of 2 mensen die het Nederlands wel kennen en die helpen ons om die vertaalslag te maken naar die kinderen toe. Het is wel zo dat we naarstig op zoek zijn naar mensen die die talen wel spreken, dus leerkrachten die die talen wel spreken. En voor de inheemse hebben we soms nog problemen om leerkrachten te vinden die die taal spreken en daar willen wonen. Dat is een klein beetje een probleem. Maar dan lossen we het op door de ouders, met de ouders in de klas. Vooral de moeders hebben echt veel zin om met ons mee te werken. En dan werkt het wel. Zij leren dan ook perfect Nederlands spreken vanuit de taal die ze oorspronkelijk spraken. Dus we zoeken wel naar leerkrachten die die taal spreken, maar we laten ons niet tegenhouden als we ze niet kunnen vinden. Dan gaan we met de moeders werken. De afgelopen periode hebben wij nogal wat veranderingen mogen horen in het onderwijssysteem. Doorstromen is daar één van, doorstromen van leerlingen. Nu is het zo dat er bepaalde mensen van mening zijn dat kinderen gratis overgaan. Hoe reageert u daarop? Nou, gratis overgaan bestaat gewoon niet, hè. Er worden regelmatige testen afgenomen. Alleen is het grote verschil met vroeger, en dat is werkelijk het enige verschil. Nu moet je me wel uitleggen hoe het komt dat een kind een 2 krijgt. En die verantwoording legt de leerkracht eerst aan zichzelf af. Verantwoording afleggen aan jezelf betekent dat je op een rijtje zet en je afvraagt, wat is hier precies fout gegaan? En wat moet ik doen om die 2 tot een voldoende te maken? Dus het is niet meer, traditioneel dat je een 4 geeft en niemand weet hoe je aan die 4 komt.
Nu moeten we het aan onszelf vertellen en we moeten het vastleggen, zodat iedereen begrijpt hoe dat kind aan die virus gekomen. En als je dat begrijpt, dan kun je het ook oplossen. Dan kun je ook oplossingsmodelletjes, laat maar zeggen, niet verzinnen, maar oplossingsmodelletjes ontwerpen, zodat die kinderen een volgende stap kunnen zetten. Dus in het nieuwe systeem gaat het om, al zijn de stapjes nog zo klein, ze horen vooruit te gaan en niet meer achteruit. Dus wat gebeurt als een kind 2 of 3 diepe onvoldoendes krijgt, dan houden we dat kind stil. Dan staat dat kind stil en stilstand is geen optie meer. Stilstand betekent achteruitgang. Dus wij vinden dat alle kinderen voortgang moeten boeken. En in sommige vakken scoren ze hoog. Dus dat gaat makkelijk. Dan gaan ze verder met die voldoende cijfers. En voor sommige vakken scoren ze heel laag. En dan moeten wij ervoor zorgen dat we speciale programma's voor ze ontwerpen. Dat ze voortgang kunnen krijgen. En dan krijgen ze extra lessen, extra hulp om vooruit te gaan. Nu is het gewoon zo dat niet alle kinderen aan het einde, bij de eindstreep in leerjaar 10, wanneer ze uiteindelijk in leerjaar 10 zijn aangekomen, dat ze allemaal, hoe zeg je dat, richting het VWO gaan. Maar er zijn verschillende richtingen. Daarom ontwikkelen we steeds meer richtingen voor die kinderen. Maar wat we willen is dat elk kind in Suriname tot leerjaar 10 komt. En in leerjaar 10 gaan ze het examen doen. Dat examen werd vroeger in de 6e klas gedaan. Nu, dat is leerjaar 8 toch? Dus de 6e klas is leerjaar 8. Want je begint te tellen vanaf de kleuterschool. Dus de lage vreubel is leerjaar 1. De hoge vreubel is leerjaar 2. De eerste klas is leerjaar 3. En als je doortelt, kom je in de 6e klas en dat is leerjaar 8. En wat wij nu doen is de kinderen door laten gaan tot leerjaar 10. En dan pas komt het examen. Dus het is wel de bedoeling dat ze hun best blijven doen. Dat ze aan alle repetities en alle testjes meedoen. Ook de testen die we vanuit het examenbureau doen. Want wij blijven testen vanuit het examenbureau, zodat we een beeld hebben van wat er op school gebeurt. Ik wil niet wachten totdat ze in het 10e leerjaar komen en dan zeg ik, oh wacht even, er is een te groot percentage dat het niveau niet gehaald heeft. Nee, ik test regelmatig. Alleen het eindexamen zit in leerjaar 10, dus dat is de 6e klas, leerjaar 8, dus de 6e klas gaat 2 jaren verder. En dan komt het examen. En dan pas gaan ze kiezen voor een bepaald beroep in het beroepsonderwijs of voor een bepaalde richting in het theoretisch onderwijs. Dus het praktisch onderwijs aan de ene kant en theoretisch onderwijs aan de andere kant. Dus gratis overgaan bestaat niet. Er zijn ontzettend veel testen. En men moet verantwoording afleggen aan zichzelf en aan het ministerie hoe dat kind aan die 4 komt. En welk plannetje we ontwikkelen om dat kind van die 4 af te helpen. We hebben ook vernomen dat de leerkrachten momenteel veel meer administratief werk moeten doen. Omdat ze moeten uitschrijven wat dat kind allemaal kan en wat ze voorheen niet kregen. Is dat inderdaad zo? Ja, het is gewoon zo dat we nou met elkaar hebben afgesproken dat we gaan uitleggen hoe dat kind aan een 4 komt. Dus vroeger kreeg dat kind een rapport en er stond er 4 voor rekenen op. En dat is onvoldoende. Maar niemand weet wat die 4 betekent. Nu hebben we gezegd van kijk, er zijn verschillende onderdelen bij rekenen. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. Dat zijn 4 onderdelen. Leg me uit bij welk onderdeel het kind enorm veel problemen heeft. Nou, bij optellen krijgt dat kind misschien een 9. Bij aftrekken misschien een 8 of een 7.
Bij vermenigvuldigen gaat het fout bijvoorbeeld. Daar krijgt ze een 2. En bij delen misschien ook. Daar krijgt ze een 2. Dan weet ik, vooral als ik het kind krijg in de volgende klas, dan weet ik, dit is een kind dat goed kan optellen en goed kan aftrekken, maar dat problemen heeft met delen en vermenigvuldigen. Dan weet ik als leerkracht en als schoolhoofd, dit kind heeft extra hulp nodig bij die twee onderdelen. En dat moet die juffrouw nu wel omschrijven. Maar daarvoor hebben ze standaardformulieren en we zijn met hun bezig om die standaardformulieren eenvoudiger te maken. Daarom ontvang ik ook de leerkrachten in training en de schoolhoofden ontvangen we en dat evalueren we. Dat schrijfwerk. Zij noemen het administratief werk, maar het is niet zozeer administratief werk, het is meer evaluatie, verantwoording afleggen. Hoe komt dit kind aan die 4? En dan kunnen we een stapje verder gaan. Het doorstromen, geldt dat alleen voor de basisschool? Is het ook zo bij de MULO-scholen? Nee, we zijn nog niet bij de MULO-scholen. Voorlopig alleen de basisschool en de eerste en de tweede klas van wat wij noemen MULO-LBO. Dus leerjaar 8 en leerjaar 9 en leerjaar 10. Leerjaar 8 is de vroegere zesde klas. Leerjaar 9 is de vroegere eerste klas van de MULO of LBO. En leerjaar 10 is de vroegere tweede klas van leerjaar MULO of LBO. En pas in die tweede klas van MULO LBO gaan ze nu het examen maken om verder te kunnen gaan. En verder gaan bedoelt u, dan gaan ze naar de derde klas van het MULO? Ja, dan gaan ze naar de derde klas van MULO of LBO. En dan zijn er meerdere keuzes. Vroeger was het zo dat je alleen maar MULO A en MULO B had. En MULO A was voor handelswetenschappen en MULO B was voor wis- en natuurkunde. Dus heel Suriname werd opgeleid in of handelswetenschappen of wis- en natuurkunde. En nu hebben we er een paar keuzes bij gedaan. Bijvoorbeeld MULO C, daar zijn we mee aan het oefenen op dit moment. En MULO C is voor de kinderen die niet van handelswetenschappen houden en ook niet van wiskunde en natuurkunde, maar meer van talen. Dat wordt gewoon een talenrichting. Wat je wel doet in die talenrichting, dus MULO C, wat je dan wel doet, is ze moeten een beetje blijven rekenen en een klein beetje statistiek krijgen. Maar het is geen abstract rekenen, het wordt geen wiskunde. Het blijft rekenen, zodat ze zichzelf altijd kunnen behelpen. En een klein beetje statistiek is ook heel erg handig als je een vorm wil geven aan getallen. Dus MULO C is dus voornamelijk voor mensen die van talen houden. Maar stel je voor dat een kind niet van talen houdt, niet van wiskunde en natuurkunde, niet van handelswetenschappen, dan is er een vierde keus die we nu aan het ontwerpen zijn en die zal waarschijnlijk niet in oktober af zijn, maar we ontwerpen het alvast en dat is dus voor de creatieve vakken. Dus bijvoorbeeld voor muziek, voor kunst, voor cultuur, dan kan men in die richting verder kiezen. En waarom doen we dat? Omdat wij ook werken aan een middelbare school voor kunst en cultuur, want we hebben al een hogere academie voor kunst en cultuur. Dus als je al een hogere academie hebt voor kunst en cultuur, dan kun je ervoor zorgen dat er een middelbare opleiding is voor kunst en cultuur en ook een op MULO-niveau, dan praten we niet meer over MULO, maar dan spreken we over een profiel voor kunst en cultuur, weliswaar op dat oude MULO-niveau. Dus dan gaan ze
hoe zeg je dat, een beroep kiezen, dan kiezen ze na het tiende leerjaar alvast een beroep. We willen ook sport gaan introduceren. En zo zijn er meerdere keuzes die we willen introduceren, zodat kinderen veel meer keuzes hebben. Anders krijg je, als je goed kijkt, dan zie je dat de meeste kinderen struikelen in de tweede MULO. Op het moment dat ze moeten kiezen voor A of voor B, dus voor wiskunde of voor handelswetenschappen, dan zie je dat ze het niet halen. En daarom moet je meerdere keuzes hebben, omdat er meerdere soorten talenten zijn onder de kinderen. De keuze MULO C gaat dit jaar oktober in? Ja, MULO C gaat dit jaar oktober in. Het is er eigenlijk al, omdat we hebben geoefend het afgelopen schooljaar. Op een paar schooltjes maar hebben we even geoefend met MULO C. En dus in oktober, wat we nu aan het doen zijn, is we evalueren. We brengen de schoolhoofden bij elkaar en we brengen de leerkrachten bij elkaar. En dan evalueren we om te kijken of het wel goed gaat en wat we moeten verbeteren voordat we het overal in het land brengen. Zijn de faciliteiten er wel? Ik denk aan schoollokalen. Ook het leerjaar 10, zegt u. Leerjaar 8 is de zesde klas, sorry. Dan komen er twee leerjaren bij voor de kinderen van de basisscholen. Hoe gaat dat in werking? Gaan ze op dezelfde school verder of moeten ze een overstap doen naar een andere school? Nee, ze gaan naar de MULO of naar LBO. Ze blijven niet op de lagere school. Ze gaan van leerjaar 8, dat is de lagere school, dat is dus die zesde klas, gaan ze over naar leerjaar 9. En die leerjaren zijn op MULO-scholen en op LBO-scholen. Alleen, er is geen verschil meer tussen MULO en LBO als je in leerjaar 9 zit. En in leerjaar 10, dat krijgt iedereen precies hetzelfde. En wat er dan gebeurt, is vroeger moest je in de zesde klas lagere school al kiezen of je timmerman zou worden, of als je schilder zou worden, of als je in de elektrotechniek zou verder gaan studeren. Maar dan was je pas 11 jaar. En toen moest je in die zesde klas, werd er al voor je beslist in welke richting je ging. En wij zeggen, een kleine verbetering zou kunnen zijn als je een klein beetje langer wacht. In plaats van die zesde klas lagere school, dus leerjaar 8, geef ze nog 2 jaartjes de tijd om samen met elkaar op te trekken. En laat ze in leerjaar 9 en leerjaar 10 kennis maken met alle richtingen die er bestaan. Want kinderen van de MULO, als zij een keertje elektrotechniek hebben gezien in de praktijk, misschien raken ze meer geïnteresseerd in elektrotechniek dan bijvoorbeeld MULO B of MULO A of MULO C. Dan kiezen ze misschien bewust voor elektrotechniek. Die kansen willen we de kinderen ook geven om bewust te kiezen voor een beroep. Want het beroepsonderwijs wordt het meest belangrijke, omdat je ziet dat die industriële ontwikkeling in ons land enorm veel mensen nodig heeft die uit die beroepensector komen. Dus we moeten ervoor zorgen dat mensen niet uit het systeem vallen, niet blijven zitten en uit het systeem vallen uiteindelijk. We moeten ze vasthouden, omdat de ontwikkeling van dit land vraagt om mensen die een bepaald beroep hebben. De schoollokalen, voor MULO C en uiteindelijk ook de andere richting, de creatieve vakken. Het blijven diezelfde scholen, toch? Dus er zijn niet meer kinderen bijgekomen. Dus ik heb ook niet meer scholen nodig. Wat gaat gebeuren is dat er meer keuzes komen, maar het zijn wel dezelfde lokalen. Dus vroeger, stel je voor dat je 100 kinderen hebt die overgaan van de lagere school naar MULO. Nu gaan diezelfde 100 kinderen gaan naar leerjaar 9, maar dan heb je precies diezelfde lokalen nodig. Dus je hoeft niet meer lokalen bij te bouwen.
Je moet gewoon zorgen dat, dat de kinderen allemaal een plek krijgen. Of op een LBO-school of op een MULO-school. Want leerjaar 9 gaat precies hetzelfde zijn. En leerjaar 10 gaat ook precies hetzelfde zijn. Maakt niet uit in welk lokaal je terechtkomt. Als je in een lokaal terechtkomt van LBO, krijg je precies hetzelfde als wat de kinderen op de MULO krijgen. Dus dat stuk moet nog heel goed worden, moet nog heel goed doordringen tot de ouders, dat leerjaar 9 nog geen LBO is. En het is ook nog geen MULO. Het is, hoe zeg je dat? Het is voorbereiding op MULO of beroepsonderwijs. Maar leerjaar 9 en 10 is eigenlijk een rustige voortzetting van die lagere school. Maar het is al in het secundair onderwijs. Maar het is een rustige voortzetting van die lagere school. En zoals ze overgingen van de zesde, van de vijfde naar de zesde, gaan ze nu over van de zesde naar de zevende, van de zevende naar de achtste. Maar nu praten we van leerjaren. We spreken van leerjaren, omdat we die kleuterklassen meetellen. Vroeger telden we die kleuterklassen niet mee en dan zeiden we, je zit in de zesde klas. Maar in principe waren die kinderen al 8 jaren op school. Snap je? Ja. Kleuter A, kleuter B, eerste klas, tweede klas, derde klas, tot ze in de zesde klas kwamen. Dan waren ze eigenlijk al 8 jaren op school. Daarom spreken we nu van leerjaar 8 is de zesde klas. En leerjaar 9 is de eerste MULO of eerste LBO. Maar er is geen verschil meer in leerjaar 9 en 10. Die zijn precies hetzelfde overal. En dat moeten we nog een beetje beter uitleggen. Dat leerjaar 9 en 10 overal hetzelfde. Het maakt niet uit als je op een LBO-school terechtkomt. Leerjaar 9 is hetzelfde als wanneer je in een lokaal terechtkomt dat eigenlijk MULO is. En dat moeten we nog een beetje duidelijker uitleggen. We gaan dat aan alle zesde klassers uitleggen, zodat ze hun ouders ook een beetje kunnen uitleggen. Is het zo dat na leerjaar 8 er inschrijvingen komen? De locatie zal veranderen, toch? De schoollocatie? Ja, er komen inschrijvingen. Gewoon inschrijvingen zoals dat voorheen ging? Ja, precies. Ze gaan gewoon naar de MULO of naar de LBO-school en ze schrijven zich in voor leerjaar 9. Hoeveel tijd denkt u dat u nog nodig heeft om al deze veranderingen in te voeren? Ze zijn al ingevoerd. Wat we proberen te doen, is het beter te doen. We hebben dus het afgelopen jaar een beetje geoefend. Nu hebben we wekelijks contact met alle, met schoolhoofden en met leerkrachten, om te vragen van wat kunnen we beter doen? Hoe kunnen we die aansluiting van die zesde klas, dus leerjaar 8, hoe kunnen we het beter doen met leerjaar 9? Bijvoorbeeld, een probleempje dat we nu hebben is, wij willen in leerjaar 9 dat alle kinderen kennis maken met de beroepen die er bestaan in de technische richtingen. Dus in de beroepenrichting. Dus alle kinderen moeten een oriëntatie krijgen in, wat is elektro eigenlijk? Nog nooit van gehoord. En dan komt een van die leerkrachten die elektro doet, die legt dan uit wat elektro is. Ze gaan niet in de diepte, maar ze leren wel even kennis maken met al die beroepen die mogelijk zijn in het beroepsonderwijs. En dan alle kinderen leren dan ook de verschillende talen. Van even kennis maken van als je verder wil in talen, dan zijn dit de talen die mogelijk zijn. Maar ze gaan nog niet in de diepte. Ze leren gewoon dat er veel meer keuzes zijn en dat ze voortaan ook zullen mogen kiezen. Vroeger was het zo, het examen beslist welke kant je opgaat. Nu krijg je veel meer keuzes. Het examen beslist niet dat je per se, talen moet doen of per se handelswetenschappen. Je kan zeggen, ik kies liever voor talen. Ook al zou ik naar de A mogen voor handelswetenschappen,
ik kies toch maar liever voor talen. En ook al zou ik naar de A mogen voor handelswetenschappen, ik ga toch maar liever kunst en cultuur doen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden en dat noemen we profielen. Wat we ook willen, laten we zeggen, makkelijker maken. Niet makkelijker, maar we halen dus de stenen op de straat weg. Dus kijk, als je vooruit wil gaan, moet je geen blokkades op de straat zetten. Anders kan ik met mijn auto niet langs. En dat moeten we ook niet doen in het onderwijs. We moeten geen stenen op straat zetten. We moeten ze opruimen, zodat die kinderen langzaam maar rustig door kunnen lopen. Bijvoorbeeld, je hebt dus die examens die we tot nu toe hebben gehad, die wierpen die kinderen terug, toch? Dus de uitslag van het zesde klasse examen zou bijvoorbeeld zijn, je bent geslaagd, maar jij gaat naar de MULO. Jij bent geslaagd en jij gaat naar LBO. Jij bent afgewezen en jij gaat terug naar die lagere school. Dat hebben we dus, dat willen we niet meer. Dat zetten we pas in leerjaar 10. En dan mogen die studenten een beetje meer ruimte hebben om te kiezen. Het is niet meer zo rigide van, jij hebt niks te vertellen als kind en je ouders hier hebben ook niks te vertellen. Wij bepalen welke richting je opgaat. Nu ga je dus aan de hand van de resultaten zien, van het hele jaar door, kan je al een beetje zien in welke richting een kind zou kunnen gaan. Maar ze hebben nu meer keuzes. Wat we de ouders willen leren, is van, als je kind in het LBO terechtkomt, dan heeft het een mooie toekomst in die zin dat het naar het middelbaar beroepsonderwijs kan en dat het naar het hoger beroepsonderwijs kan en dat het ook een masters kan halen in zijn beroep en dat het ook een doctors degree kan halen in zijn beroep. Dat is het systeem dat wij in Guyana hebben. En in Guyana blijven kinderen niet zitten. Daarom, als je rapporten leest van de UNESCO, dan zul je zien dat Guyana het al 20 jaar beter doet dan wij. Is dat echt waar? Onze kinderen zijn even goed en zelfs beter. Maar wat we doen is, wij kennen dat rustig doorgaan totdat je de eindstreep haalt. In het secundair onderwijs kennen we niet. Wij kennen nog steeds blijven zitten. En blijven zitten betekent dat kinderen uit het systeem gaan vallen. Als ze twee keer blijven zitten, omdat ze voor één of twee vakken een diepe onvoldoende hebben. Dat kennen ze in de Caribische regio niet. Dat kennen ze ook niet in Canada, dat kennen ze ook niet in Amerika. En dat kennen ze ook niet in Nederland. Het is gewoon door blijven gaan op school in de, laat maar zeggen, in de vakken waarin je heel goed bent. Dat talent dat je hebt, daar ga je in uitblinken. En de leerkrachten ga je stimuleren om op die straat te blijven en door te blijven gaan. Dat is wat we willen. Steeds vooruitgang. Geen achteruitgang. Geen examens meer die je terugwerpen. Maar examens die mij vertellen waarin je goed bent en waarin je door kan gaan. Dus wij noemen dat voortgang en daarom heten die rapporten nu voortgangsrapporten. Want ze vertellen me alleen waarin het kind of de student werkelijk voortgang kan boeken. En niet iedereen gaat naar de universiteit. Echt niet. Dat is nooit zo geweest en dat zal ook nu niet zo zijn. Alleen willen we zorgen dat de kinderen die niet slagen voor HAVO of voor VWO, dat ze ook mogelijkheden hebben om makkelijk door te studeren. En de kinderen die het heel goed doen, die gaan we stimuleren om echt richting VWO te gaan, om naar de universiteit te kunnen. De anderen kunnen in het beroepsonderwijs blijven, maar in de nieuwe systemen
gaan we werken met levels en dat is dus met niveaus. Dat we zeggen, iemand die een middelbare beroepsopleiding heeft, zoals bijvoorbeeld het NATIN, het Natuurtechnisch Instituut, die krijgt in het schema hetzelfde niveau als iemand die een HAVO heeft of VWO. Dus er komen niveaus als je het aan iemand vraagt van, tot welk niveau ben jij op school gegaan? Dan kan de persoon zeggen, oh, ik heb mijn diploma's op niveau 6 of niveau 5 of niveau 7. Snap je? En in de hele wereld weet men dan, oh, niveau 7, ik weet precies waar dat is in dat schema. En ik weet precies waar niveau 12 is. Ik weet precies waar niveau 11 is. Maar dat betekent dat iemand die bijvoorbeeld een master's heeft gehaald in zijn beroep, hetzelfde niveau heeft als iemand die een master's heeft gehaald die theoretisch van aard is. Begrijpt u? Yes. Dus de beroepenwereld gaat ongeveer hetzelfde niveau hebben als de theoretische stream. Dan heb je een praktische stream en een theoretische stream. En die theoretische stream is voor wetenschappelijk onderwijs op de universiteit. En die praktische stream is voor beroepsonderwijs. Maar ze kunnen ook eindigen met een doctor's degree. Dus dat zijn de veranderingen in de toekomst. Maar we zijn begonnen helemaal onderin. Waarin we zeggen, blijven zitten mag niet. We moeten de kinderen in het systeem houden. En welke kansen ook uitgaan, ze moeten een beetje langer op school blijven. Oké, ik heb naar u geluisterd en neemt niet weg dat de studenten of dat de leerlingen hun best moeten blijven doen. Want wat we ook nog horen is dat de leerlingen zelf zeggen, ja, ik hoef het niet te doen, want ik stroom toch door of ik ga toch naar de volgende klas. Dus dat is absoluut geen goede instelling van leerlingen, als ik zo naar u heb geluisterd. Nee, absoluut niet. Want kijk, dat examen komt, alleen het komt in leerjaar 10. Vroeger was het in de 6e klas lagere school, dat was leerjaar 8. En nu is het examen in leerjaar 10. En dan ga je toch zien welke kinderen welke richting opgaan. Maar dan heb ik ze in elk geval langer op school gehad. We hebben veel meer met ze kunnen oefenen. Ze hebben veel meer geleerd. En dan mogen ze aan het examen meedoen in leerjaar 10. En dan gaan ze de verschillende richtingen op. Oké. Ik mag u bedanken voor dit moment. Heeft u het laatste woord of een bemoediging naar leerlingen toe? Of de ouders natuurlijk ook, die een bijdrage leveren? Ja. En de leerkrachten niet te vergeten. De leerkrachten zitten in de praktijk. Ja. Het meest belangrijke is, gratis overgaan bestaat gewoon niet. Gratis overstaan bestaat niet. Het examen komt in leerjaar 10, niet meer in leerjaar 8, dus de vroegere 6e klas, maar het komt eraan. Dus het is van enorm groot belang dat je je best blijft doen om in leerjaar 10 mooie resultaten te halen. En dan mag je daarna gaan kiezen wat voor jou het beste is. Dus het is van enorm groot belang dat zowel die leerkrachten, die ouders, als de leerlingen en studenten weten dat gratis overgaan echt niet bestaat. Je moet keihard werken omdat je het examen in de 10e klas hoog wilt scoren. In deze nieuws- en actualiteitenaflevering hebben wij gesproken tot de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, mevrouw Marie Levens. En wel over de recente besluiten en ontwikkelingen op het ministerie. Morgenmiddag om 12:30 via Lim FM, criticus Velia Kramp vanuit Curaçao. Met haar analyses over de ontwikkelingen die in het oog zijn gesprongen de afgelopen week. Morgenmiddag om 4:00 het actualiteitenprogramma Retrospectie. Goedendag.